binnen de VHP men niet op één lijn is, toch? En je ziet dat de minister van Onderwijs heeft gezegd, luister, dat ding wordt even stopgezet. De minister van Openbare Werken, die vliegt ergens met een straaljager daarboven. Die denkt dat hij geweldiger is dan de UNESCO. Een minister van Openbare Werken is niet opgewassen tegen een internationale organisatie. De UNESCO heeft jaren het ministerie van Onderwijs geholpen bij het instand houden van monumentale gebouwen. Er gaat veel geld mee gepaard. En daar komt een minister van Onderwijs iets zeggen, dan wat? Dan wat als die organisatie ons niet wil helpen? Heeft hij dan een alternatief voor die organisatie?